Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag gaan we een belangrijke spiergroep voor de meeste mannen. Gaan wij de borst bespreken. We gaan de borst even helemaal kapot maken. Helemaal verzuren. Helemaal oppompen. Dat is wat we gaan doen in deze video. De borst bestaat uit twee spiergroepen. De pectoralis, major en minor. Daar hou ik dus ook rekening mee. Zoals je weet, ik grijp niet zomaar wat oefeningen uit de lucht. We gaan zorgen dat we die twee spiergroepen perfect gaan trainen. We zorgen ook dat we oefeningen aan gaan passen, zodat we een hele lange bewegingsuitslag kunnen gebruiken. Zodat we de borst niet alleen maar een klein beetje gebruiken, maar dat we hem compleet gaan gebruiken. En natuurlijk heb ik ook weer een fantastische aanpassing op een borstoefening, waardoor we veel en veel meer spanning kunnen creëren. Zodat je borst twee keer zo hard moet werken als je dit vergelijkt met een tussen haakjes traditionele en standaard borstoefening. Hey, zonder al te veel gedoe, ik ga je vandaag de setjes, de series, de oefeningen, het complete plaatje, ga ik je laten zien. We gaan beginnen. Oefening nummer 1, dat is opdrukken. Maar natuurlijk niet zomaar opdrukken. Zoals jullie zien, druk ik mezelf op en tordeer ik mijn torso een beetje naar links en een beetje naar rechts toe. Het gaat er bij deze oefening niet om dat je je torso zoveel mogelijk draait. Het gaat erom hoe je deze oefening start. Op het moment dat ik beneden ben, dan leg ik dus de nadruk op een linker of een rechterhand en dus linker of rechter borst. Waardoor ik dus veel en veel meer spanning kan leveren door deze borstspier heen. Dit is niet voor niks de verzuringsserie. Oefening nummer 2 is een staande crossbody chest fly. Dit is een fantastische oefening, want je gebruikt heel veel lengte van de borstspieren. Maak er dus ook gebruik van dat je je handen over elkaar heen kan gooien, zodat je veel lengte gebruikt. Er zit alleen één nadeel aan deze oefening. Op het moment dat ik de dumbbells in deze positie heb, dan heb ik gigantisch veel spanning op mijn spieren. En op het moment dat ik ze in deze positie houd, dan is eigenlijk die spanning compleet weg. En spanningsverlies willen we natuurlijk in de verzuringsserie totaal niet tegenkomen. Dus ik heb dit opgelost door er een elastiek aan vast te knopen. En zo heb ik in tussen haakjes mijn rustpositie, heb ik dus een soort van actieve rust. Het elastiek zal mij ten alle tijde naar achteren toe trekken. En hierdoor moeten mijn borstspieren dus vele malen harder werken. En in de borstverzuringsserie mag natuurlijk de koning der borstoefeningen niet ontbreken. Dus ik heb er een barbell benchpress in gedaan. Alleen we hebben hem een klein beetje aangepast. Op het moment dat ik mijn borst aanraak, maak ik een halve herhaling. Dus ik ga voor de helft omhoog. Daarna zak ik weer naar beneden, raak ik mijn borst aan en ga ik helemaal omhoog. Zo maken we dus anderhalve herhaling. Je moet dus tweemaal je borst aanraken om één herhaling te maken. Dat zijn heerlijke borstoefeningen. Als je dit in een 3-set vorm hebt gedaan, dus je doet alle drie de oefeningen achter elkaar. Oh, dan zweer ik je. Je geelt het uit van de spierpijn. Opgepompt en wel, verzuurd en al. Je bent helemaal leeg. En je hebt ook geen uren nodig om in de sportschool te blijven hangen. Dit is een workout die je goed en snel achter elkaar kan doen. Ik ga, zoals altijd, hoppakee, hier het lijstje laten zien. Sets, reps, complete plaatje. Je hebt nu ook de aandachtspunten, de extra tips en tricks. Als je deze workout nou gaat doen, laat dan alsjeblieft een reactie achter. Zou ik leuk vinden. Het is altijd leuk om een beetje te praten met de community natuurlijk. Als je nieuw bent op dit kanaal, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit is Remschultz, totestrenk.nl. Ignite your fire and grow stronger.